Hallo allemaal, ik ben Feline de Mak. Ik ben derdejaars technologiemanagement student. Technologiemanagement is een studie wat vooral bedrijfskundig is, maar heeft een technische invalshoek. Dat is heel erg leuk om juist die twee facetten zoals organisatie en technologie bij elkaar te hebben. We zijn vandaag op bezoek bij Alfa Laval. Alfa Laval dat is een productiebedrijf wat onderdelen van koelinstallaties en condensoren maakt. Achter mij zien jullie hier een paar liggen. Dat zijn de eindproducten. Maar ik ga jullie meenemen naar de fabriek. De war room is de ruimte waar alle verantwoordelijken in de ochtend bij elkaar komen om alle problemen en oplossingen door te spreken. Van elke order wordt even gekeken of het allemaal klopt, of alles binnen is, wanneer het gepland staat en wanneer het eigenlijk uit moet gaan. Juist als TM'er kan je in gesprek met alle afdelingen van een bedrijf, omdat jij van alles iets af weet en ook juist het technische aspect allemaal snapt. In de productielijnen zie je van begin tot eind waar de grondstof ingaat en hoe het als eindproduct eruit komt zien. Nou, wat dat met TM te maken heeft, is dat je in de fabriek productielijnen ziet. En dat zie je van begin tot eind. Je hebt alle verschillende afdelingen in zo'n bedrijf. En juist als TM'er zie je juist het overzicht heel erg mooi. Het leuke is gewoon dat je die bedrijfskundige en die technische kant bij elkaar hebt. Die organisatie en die technologie. En daardoor ben je niet alleen met mensen bezig, maar juist ook met de technologie. En weet je van allebei wat, zodat je dat mooi kan combineren. Als een klein bedrijf eigenlijk een techneut en een bedrijfskundige wil huren, alleen dat op dat moment financieel niet aan kan, dan kan die beter één persoon doen die van allebei wat af weet. Bij technologiemanagement heb je in het eerste jaar een aantal inleidende vakken. Bij die vakken ga je soms ook op bedrijfsexcursie, zoals ik hier ook ben geweest in mijn eerste jaar bij Alfa Laval. Bij bedrijfsexcursies zie je eigenlijk wat je in theorie geleerd hebt, zie je eigenlijk terug in de praktijk. Dat is ontzettend leuk, want dan weet je ook een beetje waar het voor doet.